Ik wou het eens hebben over klanten. Hoe de relatie staat ten opzichte van die klanten. En het eerste wat er dan bij me opkomt is, je hebt klanten die hebben het volste vertrouwen in je. En je hebt klanten die zijn argwanend. En ik heb gemerkt dat als je nog zo hard loopt voor die argwanende klanten, dat ze blijven argwanend. Dus dat helpt niks. En ze hebben vaak dan overal commentaar op. En vinden overal wat van. Maar ja, je kan niet meer doen dan je kan. En dat is, ja, als ze argwanend zijn, dan stellen ze ook hoge eisen. En vaak is dat op gevoel gebaseerd. En als het over inbraakpreventie gaat of over dingen die zij voor die klant angstig is, dan moet je ze wel geruststellen. Maar dat helpt meestal niet hoor. En ja, je kan dan een truc uithalen door de prijzen goed op te voeren, dat ze het idee hebben dat ze heel iets goeds krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de manier. Ik laat het dan meestal gewoon in het midden. En aangezien ik nu vol werk zit en de keuze heb, als ik ontmoet dat iemand zo argwanend is dat je er haast niet mee kan praten, dan haak ik gewoon af. Dan ga ik gewoon iets anders doen hoor. Als je naar klanten toe gaat, dan weet je door de buurt wel wat voor soort klanten het is, maar vaak heb je dat niet zo in de gaten, dat er verschillen zijn in klasseachtergrond. In Nederland praat je daar vaak niet over, want je hoort niet over klasseachtergrond te praten, want iedereen is gewoon hetzelfde natuurlijk. Maar je hoort het wel, of je ziet het wel aan de houdingen. Hogere klasseachtergrond, die hebben vaak de neiging om heel precies te weten wat ze willen, heel resoluut. Dit is het, dat wil ik. En wat ze ook wel doen, ze zijn een beetje gierig, hogere klasse. Die willen dan met oude spullen willen ze weer iets nieuws hebben. Bijvoorbeeld gaan ze spaarzaam doen. Nou ja, daar moet je voor uitkijken. Ik heb eens een keer een klant gehad, die had een jaloezie. Had die jarenlang in de garage liggen en blijkbaar waren ze pas verhuisd. En dan wilden ze die jaloezie weer voor dat raam hebben. Die paste natuurlijk niet, maar dat namen ze wel genoegen mee. Maar wat ontbrak eraan? Een koordje om dat te regelen. Dus ja, dan moet je op zoek naar zo'n koordje. En die past natuurlijk net niet. En je stopt er arbeid in en je kan er niet helemaal achter staan. Dan hebben ze een oude jaloezie die net niet goed functioneert. Waar ik ook niet meer aan kan doen, omdat die een beetje gefromfraaid uit die garage komt ook nog. En die willen ze dan voor de ramen hebben. En dan denk ik, ja, ik doe dat niet meer. Ik heb me voorgenomen, ik neem nooit meer oude spullen. Als ik bijvoorbeeld een deur opnieuw moet hangen en ze willen de oude sloten erin hebben, om dat te besparen, daar begin ik gewoon niet meer aan. Het bespaart je in eerste plaats helemaal niks. En de tweede plaats heb ik de garantie, moet ik de garantie opbrengen dat die sloten nog goed blijven doen. Want als ze dan in een nieuwe deur zitten, kunnen ze ook weer andere dingen krijgen. Doordat je ze gesloopt hebt en weer opnieuw moet inpassen. Dan heb je grote kans dat er weer wat aan gaat mankeren. En dan ben ik er verantwoordelijk voor. Dus, doe het maar niet. Een slot, wat kost dat? 25 tot 100 euro. Hoe lang ben je ermee bezig? Stel dat je nog eens een keer een uur extra voor nodig hebt om dat allemaal aan te passen en te smeren en te doen. Nou, dat kost ook 45 euro. Nou, wat spaar je dan uit? Vooral met een oud slot waar de vering al uit is, de kracht. Dus, waar doe je het voor? Met de afrekenen, daar ontmoet je ook al heel snel wat het verschil tussen arbeidersklasse en hogere klasse. Hogere klasse die willen niet gelijk afrekenen. Die moet je een keurige rekening sturen, dat doe ik natuurlijk altijd.
Maar dat doen ze niet gelijk overmaken. Dat duurt wel een maand minstens. Of 2 maanden. En dan moet je erachteraan. Want dan moet je ze aandringen. Dat ze toch eens een keertje afrekenen. Terwijl arbeidersklasse, zodra je klaar bent en het is 4 uur en je gaat naar huis, dan staan ze met het geld in de handen. Willen ze het contant afrekenen? Dat wil ik weer ook weer niet. Ik wil gewoon op mijn giro hebben, anders moet ik weer naar de giro om dat geld daar te storten. Nou, ik stuur wel een rekening en maak het dan maar over. Dus, het zou te leuk zijn als ze het dan gelijk overmaken. Dat heb ik altijd wel graag. Dus ik vraag dat wel op de rekening. Wilt u het gelijk overmaken? Dat staat een beetje raar, want meestal denken de mensen dat ze een maand kunnen wachten tot ze afrekenen. Ja, nou, als je de klus hebt laten doen, dan wil ik ook afrekenen. En dat hoort ook zo. Dan laten we niet gaan zeggen dat een maand normaal is. Dat is een kleine zelfstandige, heeft geld nodig om weer te investeren, om materiaal te kopen. Dus ik heb graag dat je het gelijk overmaakt. Een offerte, die is natuurlijk een aanneemprijs. Maar er zitten soms dingen in, zoals houtrot, kan ik niet garanderen hoe het uitkomt. Je kan soms zo'n plekje hebben en dan blijkt dat zo'n stuk te zijn. Ja. En dan zeg ik wel van, nou, er zit een kans in dat het van minimaal dat kost en maximaal dat. Maar ik ga er geen aanneemprijs van maken. Ik zeg gewoon, dat wordt een stijlpost. Ja, en dan word je achteraf, ga je kijken hoe lang je ermee bezig geweest bent. En dan, en als ik afhankelijk ben van andere mensen die prijzen moeten bepalen, ga ik natuurlijk ook een stijlpost maken. Maar de meeste hebben daar wel begrip voor. Er zijn aannemers die halen hier een flinke truc mee uit. Als ze een ding aan de gevel zien op afstand, zeggen ze, ja, maak er een stijlpost van, dan kunnen we niet goed zien wat er aan de hand is. En dan doen ze een stijlpost van 25 euro bijvoorbeeld. En dan gaan ze ermee akkoord, hebben ze een lagere prijs. En dan denken ze, oh, maar 25 euro, wat zal het maximaal zijn? 100? En dat blijkt dan 3000 euro te worden of zo. Omdat het dan een hele constructieve ingreep is. Ja, dat is de boel blazeren. Ik vind dat uit de verhouding. Als jij zegt, ik heb een stijlpost van 2000, het wordt 3000. Allah, dat is in de verhouding. Maar niet van 25 euro. Het gebeurt, hè. Garantie. Ik zeg altijd, voor een deur hangen, dat je een jaar krijgt in ieder geval garantie dat die klemt. Als er binnen een jaar iets aan de hand is met klemmen, roep me maar onmiddellijk, ik kom, ik maak het in orde. Want nieuw hout, kan een beetje reageren, nou, ligt aan de situatie. Is het daar heet of is het op de regenkant? Ja, dat kan ik allemaal niet van tevoren inschatten. Je maakt een keurig naadje natuurlijk, maar het kan gebeuren dat binnen een half jaar of een jaar kan het zomaar gaan klemmen. Dus, dan zeg ik, maak van je hart geen moordkuil, geef even een telefoontje en dan kom ik langs. Maar normaal, kijk, en daar praten aannemers nooit over, en dan zal ik je een geheimtje vertellen, dat iedere aannemer voor zijn constructie 10 jaar garantie moet geven. 10 jaar, hè. Dus als ik een houtrot repareer, dan moet het voor 10 jaar goed zijn. Ja, onder normale omstandigheden. Maar ik weet uit ervaring van mijn eigen huis, ik heb er een onderdorpel gemaakt. En dat is een van mijn eerste timmertips geweest. En die heb ik in de grondverf gezet. En toen heb ik daarna nooit meer een lakje overheen gezet. Want daar had ik helemaal geen zin in. Dan denk ik, nou, ik houd het wel in de gaten. Maar het is nu zo'n 8-9 jaar geleden. En nu heb ik het pas door een schilder laten schilderen. En het was nog steeds goed, hè. Dus maak je de constructie goed, ook al staat het alleen maar in de grondverf. Het stort niet in, hoor. Dat is nog steeds goed. Ik durf al 10 jaar garantie te geven op mijn houtrot reparatie. Het is wel eens voorgekomen, hoor, dat een stukje heel snel weer is gaan rotten. En dan krijgen ze van mij gewoon een nieuw stuk. Dan kom ik gewoon weer dat repareren. Als je een offerte stuurt, dan wil ik nog wel eens de keuze van materialen en de situatie en hoe dat gaat en wat ik ervoor doe, wil ik wel omschrijven. Ik geef niet de hele technische omschrijving. Het is meestal bij mij is het een klus van 1 dag, hooguit 2 dagen. Dan heb ik een hele grote klus, 2 dagen. Dus het zijn geen maanden.
waar ik iets aan werk, dus het is te overzien. En dan gaat het over 1000 tot 4000 euro hooguit. Afhankelijk van het materiaal ook. Dus ja, dan ga ik niet een hele technische omschrijving geven. Kijk, een architect die maakt een bestek voor een aannemer. En die aannemer maakt daar zijn prijs op. En kijk, en dan moet hij alles noemen en dan moet je daarop af kunnen gaan. Maar voor een klant die er niks vanaf weet, ja, waar doe je het voor? Er zijn klanten die wel handig zijn. Die kunnen wel klussen, maar dan zien ze door een klus niet heen. En dan vragen ze jou. Ik heb een keer met een boeibord moest vernieuwd worden. En toen zegt, ja, maar er zit een schroef in. Ik zei, er zit een schroef in? Hoe schroeven? Hoe komen die erin? Normaal zitten er geen schroeven. Oh ja. En toen kwam die ene probleem naar de andere probleem waar die eigenlijk overheen zat. En ik maar uitleggen hoe eenvoudig het was om die boeibord te vernieuwen. Ik hoefde die klus dus niet te doen, hè. Ze gingen het gewoon zelf doen. Dus ik had haar informatie en dan zou het toch zo leuk zijn van, joh, ik gebruik jouw informatie, moet ik daar iets voor vergoeden? En dan kan ik zeggen van, service van de zaak. Maar ze laten je mooi naar huis gaan in de illusie dat je daar een klus krijgt. En ze laten nog een prijsopgave doen ook. En ze komen nooit meer terug. Ja, dat weet je. Dat weet je gewoon. Het komt niet vaak voor, maar het komt voor. Er zijn ook mensen die je uitspelen. Er zijn mensen die hebben al 4 aannemers uitgenodigd. En die hebben al 4 prijzen. En dan willen ze. En dan krijg je namelijk dat als je bij een aannemer die verenigd is. Je mag er geloof ik 4 vragen. En als je er nog één vraagt, dan krijg je de kosten van het maken van de offerte. Dus dat wist ik natuurlijk. En ze komen met de 4e aan of de laagste. En ze geven mij dat denken. Kan jij dat ook doen? Ik zeg, ja hoor, dat kan ik wel doen. Moet ik even kijken hoe die offerte eruit ziet. En ik zie alle redelijkste prijzen en nou ja, ik denk ja, dag. Moet ik daaronder gaan zitten? Moet ik voor de armoe gaan werken? Daar begin ik dan niet aan. En ik doe natuurlijk gratis de prijsopgave. En bij een gewone aannemer krijgen ze geen gratis aannemen of offertes meer. Dus dat is uitspelen van een klant. Naar mij toe. Consumentenbond die wil nog wel eens contracten laten zien voor schilders en zo. Want dan kan je zo goedkoop mogelijk een schilder krijgen. Maar met een contract, dat maak je niet het vertrouwen van een klant. Dat ligt niet in een contract hoor. Want je kan met een contract kan je ook de boel ondergraven. Zoals met een stelpost. Het gaat om het vertrouwen tussen de klant en degene die het maakt. Als je het vertrouwen niet hebt, wordt het moeilijk onderhandelen. En het heeft invloed op mij, hè. Als iemand het vertrouwen heeft en zegt, nou oké, we hebben de prijs die je noemt, hebben we ervoor over. En dat is natuurlijk ook een onderdeel daarvan. Ik verkoop geen producten, ik verkoop mijn expertise. Ze spreken mij persoonlijk aan met de prijs. Als ze zeggen, we hebben er niet meer als een tientje per uur voor over voor jou. Want er zijn al meer van die klussers. Dan voel ik me niet erg gewaardeerd. Als ze zeggen, nou, ik heb daar wel geld voor over. Die prijs die jij vraagt is alleszins redelijk, want jij maakt goed werk. Kijk, en dat heeft ook heel veel invloed op wat ik doe, hè. Dan ben je trots op je werk en dan ga je met trots aan de gang en dan wil je het leuk maken en goed maken en verantwoord, dan ga je er helemaal voor staan. Maar als iemand zegt van, nou kan jij het niet voor 50% minder doen, dat doen we dus niet. Dan ben ik al zo afgehaakt. Weet je waar ik ook door afhaak? Snelheid. Iemand heeft verschrikkelijke haast. Nou, dat raampje hangt al 10 jaar te rotten. En nu heb je haast? Ga naar een ander. Heb ik geen zin in. Ik loop al heel snel. Dus daar beginnen we gewoon niet aan. Ik moest stress hebben omdat die man het uitgesteld heeft tot het een keer aan de beurt is.
zoek jij een ander. Als ik een offerte doe en het komt heel, heel veel achter elkaar voor, dan moet ik geld hebben om weer nieuw te kunnen investeren. Dus ik mag officieel mag ik 50% als voorschot vragen. Daar hebben sommige mensen moeite mee, want... maar het is ook een soort garantie voor mij. En ik heb één keer gehad, dat was een alcoholist. En ik dacht, ja, ik weet niet hoe dat gaat aflopen met dat geld. Straks heeft hij geen geld. Dus ik heb gezegd, ik wil graag 100% hebben van tevoren. Maar dan doe ik het 10% af. Dus als hij dat doet, mag hij voor 90% van de prijs, doe ik het. Dus dan heb jij 10% voordeel en ik heb de garantie dat ik het geld heb. Hij had het wel door, want hij begon er wel over. Ja, dat doe je omdat ik... ja, precies. Nou, ik heb argwaan naar jou. En ik ga het risico niet lopen. Dus voor 10% minder, hij heeft een voordeeltje erbij ook nog. Dus het leek mij eerlijk. Als je met stichtingen in aanraking komt, dan willen die nog wel eens ex de BTW hebben. Dan gaan ze je vragen, kan je het zwart doen? Nou heb ik daar al een hekel aan als iemand dat aan mij vraagt. Want wie is degene die het niet mag doen? Dat ben ik en niet de klant. De klant die mag het vragen, maar ik mag het niet doen. Ik ben degene die verkeerd is. Dus ik vind niet dat een klant dat hoort te vragen aan mij. En als hij het contant wil afrekenen met de idee dat hij goedkoper uit is, dat moet hij maar doen. Maar ik neem het gewoon in de boekhouding. Dus bij een stichting gebeurt dat ook wel. Ik heb dat risico nooit genomen. Ik heb gezegd dat ik ex-BTW deed. En het gewoon in mijn boekhouding opgenomen, gewoon inclusief BTW. Dus ik heb gewoon toen de tijd 19% gewoon afgestaan aan de belasting. Wat gebeurt er dan? Ik heb het 2 of 3 keer gehad dat na een jaar, er kwam de vraag, kan je niet op een papiertje opgeven wat je hebt uitgevoerd bij ons? Ik zei, ja, nee. En dan krijgen ze ook niet te horen dat ik het in de boekhouding heb opgenomen, hoor. En dan denk ik, nou krijg je wat je zo slim had willen wezen. Dan krijg je het mooi terug. Ik zei, nee, dat gaat niet. Ik zet niks op papier. Het was zwart, dus ja, moet het risico ook nemen. Dus hij heeft een probleem. Ik vind het helemaal goed. Ze doen maar. En nu hebben we het onderdeel van de klus. Hoe die is voor mij. Is het een leuke klus? Want dat speelt mee. Ik kijk van, is de situatie toegankelijk? Hebben ze drabbige grond bijvoorbeeld? Dan kan je er geen stijger neerzetten. Hebben ze heel veel struiken voor dat kozijn staan, waar ik tussendoor moet wurmen met grote dorens natuurlijk eraan. Ik lig half open als ik daar aan het klussen moet. Dus ik vraag dan wel of ik het weg mag snoeien. Maar daar let ik wel op. En of je, als je isolerende beglazing moet plaatsen, of ik dat wel kan alleen, moet je er geen kraan bij hebben, dat je het over het huis heen moet. Dat beïnvloedt wel behoorlijk de prijs. En ik ga dat soort klussen ook niet aan. Het moet door mij uit te voeren zijn. En voor de rest niks. Dus je moet wel met een ruit door een trapgat heen. Of met een Velux dakraam. Ik had eens een keertje een dakraam, dat was geen Velux, maar dat was een speciaal type die al die huizen hadden. En die mensen willen er nog zo eentje erbij hebben. Wat bleek, die kon niet uit elkaar. Dus moest hij door het trapgat en dat ging niet. Dus heb ik dat met een hoe heet dat? Een draailier heb ik in de buurt bij een ijzerhandel kunnen kopen. En ik heb daarboven die lier aan dat raam en een plank tegen de schuine dak. En ik voerde hem van onderaf aan. En die mevrouw die stond aan die lier te draaien, dat die zo meeging. Dus uiteindelijk heb ik hem daarboven gekregen. Want het gat was open en het moest dicht voor de avond. Dat was even panieken. Dit soort dingen kunnen voorkomen. Dat je dat toch, ja, moet je dat toch doen. En dus daar let ik wel op. En heb je bijvoorbeeld, bij ons in Vlaardingen komt dat vaak voor, flats van 4 hoog, daar zit geen lift in.
Nou, de klant zit natuurlijk wel op de vierde. En dan moet je bijvoorbeeld gipsplaten naar boven sjouwen. Nou, dan ben je na een paar gipsplaten ben je helemaal kapot hoor. Dus dat soort dingen. Als er een lift is, dan kijk ik of die groot genoeg is dat mijn materiaal erin kan. Anders moet je allemaal naar boven sjouwen. Dat moet je meerekenen. Dus de situatie heeft wel invloed. Waar ik ook op let is, want daar heb ik een keertje gehad dat ik daar vreselijk ingestonken ben. Dat je dingen gaat doen waar je geen ervaring mee hebt. En dat lijkt wel op jouw beroep een beetje in de buurt te komen. En je denkt dat je dat wel kan oplossen. Maar dat ging niet goed. Ik heb een keer met zo'n schuifwand, dat je... We hadden een grote ruimte, hadden ze van die vouwwanden die open en dicht konden. En die liepen niet goed. En of ik dat kon oplossen, dat die niet goed liep. Ik had ernaar gekeken en ik dacht dat ik het wel op te lossen viel. Ik heb er extra wieltjes allemaal tussen gemaakt, dat die makkelijker ging rollen. Maar dat bleek ook niet te helpen. Maar toen ik eenmaal er niet uitkwam en met die man ging praten, toen bleek dat ze daar al jaren last van hadden en dat niemand het kon oplossen. Nou, en daar word je dan ook even voorgezet en je krijgt geen stuiver. En dat vind ik nou een beetje oneerlijk, om gewoon te bedenken, ik heb dat geprobeerd en met die schuifwanden heb ik totaal geen ervaring mee. En die leverancier, die kwam blijkbaar ook niet en die kwam er ook niet uit. En ik zou dan wel daaruit komen. Helaas. We gingen met ruzie uit elkaar. Maar ik vond het een klerenstreek. Een ding waar je ook wel eens bij gehaald wordt is lekkage. Nou, ik weet uit ervaring dat soms heel erg moeilijk is. En dat soms... Ik heb nou pas bij mijn eigen huis, heb ik bij mijn balkon, daar hadden ze bitumen over zink geplakt en op een gegeven moment is dat verouderd. En ik kreeg in mijn kamer lekkage, heftig. Ik dacht, nou, dat moet vernieuwd worden, dat bitumen. Dus ik sloopte dat bitumen eruit, ik plakken, nog steeds lekkage. Ik denk, nou, waar komt die lekkage nou eigenlijk vandaan? En dan ga je slopen en dan weer kijken en weer plakken en weer zorgvuldig. Nou, ik ben er nou zeker een half jaar mee bezig geweest en nu is het goed. Hij is nu helemaal goed. Dus ik ben nog steeds ervarend om dat plafond te repareren. Om te kijken hoe dat nou zit. Of die nou echt goed is. En bij mevrouw Timmertip in de keuken heb ik ook zo'n soort iets gehad. Heb ik ook in mijn Timmertip wel eens over gehad. Lekkage, plafond open. Aan de ene kant een kozijn wat daar eindigde. Gerepareerd, hielp in eerste instantie, later weer lekkage. Toen bleek aan de andere kant ook nog een kozijn te zijn van op het balkon. En dat wilde ook maar niet helpen. Ik dat lood gerepareerd en dat leek dan wel water door te laten. Hielp niet. Ik ben gaan slopen. Wat blijkt, onder ook zo'n situatie met zink waar bitumen overheen geplakt was. Ik haal bitumen weg, ik denk, ga ik ook vernieuwen. Bleek nou dat er gewoon een aansluitnaad nooit gesoldeerd is. Het is gewoon een oud probleem die ze eronder geplakt hebben. En dat hielp een aantal jaar. En dat kwam weer tevoorschijn. Dus ik heb dat zink gesoldeerd. Tenminste, ik niet. Ik heb het laten solderen door iemand. Toen ben ik het gaan afplakken en toen was het goed. Het was gewoon een oud probleem. En dan moet je de boel echt gaan slopen. Nou, daar ben ik ook... Nou, misschien wel een jaar mee bezig geweest om dat te vinden. Dus je denkt steeds, oh, nou dit zal het wel zijn, want dat vroeger was toch ook goed? Nou, ik heb het bij klanten gehad dat ik dacht van, nou het zit daarin, en dan deed ik weer wat. En dan was ik optimistisch, oh, daar zal het wel in zitten en het hielp me niet. En ik krijg geen cent. Dus hebben ze lekkage, zoek het lekker zelf uit. Ik krijg toch geen geld. Als het niet helpt. Nou, en meestal helpt dat niet. Ik heb wel eens een lekkage opgelost met de I Ching. Dat is een orakelboek. Je zou zeggen, ja, dat is toch te gek voor woorden. Ik had een plat dak gemaakt, hier bij mij om de hoek. En toen hadden ze lekkage. Ik ben gaan inspecteren en toen had ik drie plekken
uiteindelijk had ik bedacht, het kan daarin zitten, het kan daarin zitten, het kan daarin zitten. Ik stel 3 vragen aan de I Ching, dat oud orakelboek uit China. Ik kreeg 3 antwoorden en de allerbeste antwoord waar redelijkerwijs waarvan je kan denken, nou, dat is het. Het was de loodaansluiting of de bitumenaansluiting met een loodstrip of een aluminium afdekstrip voor over het lood. En dat was vrij lang en dat aluminium kan uitzetten. En dus daar was eigenlijk onzichtbare krimp in gekomen binnen een korte tijd. En toen heb ik dat heel goed grondig gerepareerd en toen was het over. Dus ik had het opgelost. Dat is toch wel leuk. Je gooit een paar muntjes, je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. Dus ja, ik weet niet of het voor de tweede keer lukt, maar het was gelukt. Dat wel. Dat was ook zoiets. Dat vreselijk ingewikkeld lekkages. Ik zoek, wat ik bij lekkage altijd doe, zoek naar het hoogste punt. Zoek waar het laagste punt is in de afloop. Dus zet de waterpas erop. Heb je een plat dak, zet je waterpas erop. Waar loopt het water heen? Je platte dak is je hoogste punt. Ga je met de waterpas naar het laagste punt. Daar ga je zoeken. Is daar alles schoon en netjes? En het oude stof is nooit nat geweest. Dat zie je heel snel. Dan moet je eens stap lager. Het gaat steeds lager in de richting waarvan je het geconstateerd hebt. En hopelijk ga je niet te veel slopen. Soms hebben mensen die zien een grote vlek en die zeggen, ja, we hebben daar altijd lekkage. En dan ga je daar kijken en dan blijkt het een hartstikke droge plek te zijn. En gewoon een oude vlek. Ik zeg wel eens tegen klanten, zet er met een potlood een lijntje omheen, om die vlek. En gaat het over dat potloodlijntje heen, ja, dan heb je nog steeds lekkage. Heb ik wel eens aangeraden bij een klant en die heb ik nooit meer gehoord. Dus het zal wel goed geweest zijn. Oké, nou, ik vind het verhaal wel lang genoeg over klanten. Maar misschien heeft iemand er wat aan wat ik nu allemaal uitleg en zeg. Maar het is geen advies, hè, hoe je moet doen. Mijn timmertips zijn nooit adviezen. Dus zo heb ik het gedaan. En als je er wat aan hebt, nou, mooi meegenomen.